PCS wil de gezondheid van haar medewerkers waarborgen. Dit is een belangrijke reden waarom er vandaag in het PCS een COVID-19 vaccinatie prikpolie is geopend. Met de opening van de COVID-19 prikpolie is er ook een aanvang gemaakt met het vaccineren van de medewerkers van het psychiatrisch centrum Suriname. De waarnemend medisch directeur van dit instituut, Rudy Dwarkasing, zegt dat in 2020 een aantal medewerkers van het PCS positief is getest op COVID-19. En dit jaar hebben ook enkele patiënten het virus opgelopen. Dwarkasing geeft aan dat het PCS wil bijdragen aan het nationaal vaccinatiedoel. Naomi Chan Emmanuel, voorzitter van het nationale COVID-19 vaccinatieteam, zegt dat ook andere groepen van gezondheidswerkers gevaccineerd zullen worden in het PCS. We hebben als PCS in de hele gezondheidsketen ook een stuk verantwoordelijkheid. Als iedereen nu vecht om de 70.000, 80.000 vaccins toe te dienen aan mensen, en ik zag de directeur gisteren op de televisie, dan moeten we ervoor zorgen dat wij ook onze bijdrage leveren aan dat geheel, om dat nationaal doel, en dat is 75-85% van die bevolking, gevaccineerd te hebben, dan moeten we daaraan bijdragen. En daarna zullen we uitbreiden naar eventueel healthcare workers van buiten en dan doorgaan naar de andere prioriteringsgroepen als we toestemming krijgen van de directeur van PCS. De registratie van de mensen die gevaccineerd worden gaat dus nog steeds via 178, dat is de callcenter bij WOG. De mensen kunnen zich ook via een formulier dat we doorsturen registreren. En zo zullen we dan ook, als we toestemming krijgen, een lijstje sturen naar PCS om de mensen dan hier te sturen om te vaccineren. Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, is blij dat het PCS de locatie beschikbaar heeft gesteld voor het opzetten van een COVID-prikpolie. Deze polie is opgezet op de afdeling detoxificatie. En we zullen er dan zeker gebruik van maken. We zijn bezig met identificeren van plekken om ons goal te halen. Mijn persoonlijke goal is gewoon 1000 gemiddeld per dag vaccineren. Op diverse locaties moeten we eigenlijk aan het eind van de rit tellen 1000 per dag. Als we een keertje 600 hebben, moeten we het kunnen compenseren met een andere dag op 1400 bijvoorbeeld. En als we elke dag 2000 hebben, is het mooi meegenomen. Want ik wil geen enkel dosis vermorsen. Ik wil geen enkel dosis vermorsen. En ik wil dat elk dosis gebruikt kan worden, zodat elk persoon in Suriname die behoort tot de risicogroep gevaccineerd is. Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, was dat. Hij is geen voorstander van de viering van Pagwa, omdat rond die tijd het doel om maximaal 80% van de bevolking gevaccineerd te hebben nog niet is gehaald.